5 kilometer. A10 Amsterdam richting Zaandam voor de Koentunnel 4 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda voor de aansluiting met de zuidelijke rondweg Breda 2 kilometer. En de N11 Alphen richting Leiden tussen Hazerswoude en Leiden 5 kilometer. Dat was de verkeersinformatie. Donderdag 21 mei, het laatste uur Radio Radsman. Tot 7 uur kun je luisteren naar Audi en Noise. En er is iets bijzonders aan de hand, er is iets te vieren, want het is de 100ste uitzending van Art en Noise. Het wordt een beetje een aparte, vreemde uitzending, want niet alleen wordt het programma vanuit de hoofdstad via de telefoon gepresenteerd. Nee, we hebben ook een 10 à 15-tal live concertjes die vanuit het hele land via de telefoon doorgezend worden naar de Gattenplan Studio. Concertjes die 2 minuten duren ieder. En als alles technisch goed gaat, zullen we over een aantal minuten het eerste concertje live horen. Ik zal even een klein historisch overzichtje geven over Art & Noise. Begonnen in september 1984, toen nog op de woensdagmiddag. Daar was dan plotseling een programma voor wat je zou kunnen noemen avant-garde muziek, nieuwe muziek, vernieuwende muziek, experimentele muziek of wat dan ook. In ieder geval een programma met muziek die helemaal anders klonk dan de muziek die je gewoonlijk op Radio 3 hoort. En ook mensen in de andere programma's van Radio Rattenplan. Art & Noise besteedde veel aandacht aan groepen die geen bekende namen hadden. Er werden specials gewijd aan groepen als The Residents, een groep als Oula. Er waren van tijd tot tijd mensen in de studio voor interviews. Er werden concerten uitgezonden. Allemaal van groepen die opereerden in de marge van het popwereldje. Nu, na 3 jaar, 21 mei 1987, zijn we dan toe aan die 100ste uitzending van Art & Noise. En we dachten dat we iets speciaals moesten doen. Nou, bij deze dus. Je kunt een waarschijnlijk in ieder geval voor Rattenplan uniek en misschien ook wel voor Nederland uniek experiment horen. Een 10 tot 12-tal experimentele muziekconcertjes via de telefoon. Ik geef het zo meteen weer aan Frans over. Die zal ongetwijfeld de eerste artiest aan de lijn hebben. En die kunnen dan zo meteen beluisteren. Ja hoor. Thank you.
Weekend.
This is a Tommy Motown hit. Eh.
De broer van Lapen.
de boer verlaten.
Oké. Ja? Dankjewel. We proberen even contact te maken. Je probeert contact te maken? Met André. Oké. Voor goud.
De Golden Oldies Club presenteert... It's time for Funk Rock. The greatest sound of... Het klopstuk van de week in... Bakt ze weer bruin. Eigen top 10. Dit is een hitshot van... Jouw favoriete discotheek. Hier is je platendraaier. This is indeed. Dit is een hitshot van... Jouw... Jouw favoriete discotheek. Het is toch. Nummer 20. Thank you.
Tijd daar om alle dieren te verzamelen. De lucht werd al donkerder.
Hij riep de dieren bij hun naam. Olifanten, struisvogels, slangen, kikkers, ratten, ezels, mieren, luiaarden, etc., etc. Ze kwamen allen, één voor één, of in groepjes. De eerste regendruppels vielen al. Noach liep nog wat rond in de buurt van zijn ark toen hij een eenhoorn zag staan. Die miste hij al. Hij vroeg aan de eenhoorn, ga jij niet mee? Nee, nee, zei de eenhoorn, ik ga wel zwemmen. Enkele dagen later, het water was al aan het stijgen, zag hij de eenhoorn. En hij vroeg nogmaals, weet je het zeker dat je niet met ons mee wil? Ik weet het heel zeker, antwoordde de eenhoorn. Ik ga liever zwemmen. Sindsdien is er niets meer vernomen van de eenhoorn. Alhoewel er mensen zijn die beweren er ooit een gezien te hebben. Situations like this anyway.
Who would have thought a week ago I'd be here, driving on a lonely, dark road looking for an old mansion? What can you do? Last week I received that letter informing me that I'd inherited an antebellum mansion just 20 miles outside of Natchez, Mississippi. It was left to me by my great-grandmother, who lived there all of her 90 years. Boy, that's a long time. Let's see. The mansion was built, I think, in 1820, and according to the stories I've heard, it has a very mysterious and tragic history. I believe one of my ancestors, as a small child, fell to his death from a high window in the old place. It was very mysterious, as the story goes. As I recall, the window from which he fell was never closed following the accident. That's kind of weird. Anyway, the child's mother never recovered from the loss, nor did she ever leave the house again. Years later, she passed away, her mind that of a little girl, ever since the night of the accident. I've heard that she only walked at night, clad in a gossamer white gown, breathing the only word she ever said for the rest of her life. My baby. Have you seen my baby? Oh, talk about creepy. Legend has it that on stormy nights like this, they don't get any stormier, a white ghost-like form glides down the long corridors of Elm Hall. And it's even been said that some have sworn to have heard a cold, whispering, childlike voice saying, "My baby, have you seen my baby?" Things like that only happen in the movies. And yet, legend also has it that those who have heard the voice have died tragically within the next year. Yeah, it's funny how these stories get started and are passed down from generation to generation. Yet, the eldest son of each generation at Elm Hall has always died mysteriously before his 25th year. Wait a minute. I won't be 25 until next week. Hey, gotta be careful, old boy. Okay. Ja? Ja? Ja, ik geloof dat ik bij de uitzending ben. Het wordt hier een beetje... Nou ja, je hoort het zelf... Het is begonnen in de Ede Hall. Ik geloof dat we Scooter Jeep de achtergrond horen. Beastie Boys die, zijn een beetje aan het opwarmen. Die zullen over een uurtje beginnen. Maar ik geloof dat de bedoeling is dat ik een overzicht ga geven van de artiesten die in de 100ste uitzending van Art & Noise hebben opgetreden. Nou, daar gaan we. Allereerst hoorden we Koen, die ook speelt in Prilius Lacus. En waar de eerste twee minuten. Hij werd opgevolgd door Jeroen. En daarna kwam Jan Dirk, die ook wel eens speelt in Knust. Vervolgens uit Amsterdam de heer P.J. En daarna uit Hillegom Suicidal Squad. Vervolgens uit IJmuiden Hessel Veldman. Al heel wat jaren meedraait in de Nederlandse industriële wereld. Afkomstig uit IJmuiden en ook spelend de laatste in Gorgonzola Lex. Verder met de fabriek uit Zwolle. Daarna hoorden we Jacques van TU20 uit Asten in Brabant. Daarna van Mechaniekcommando Peter van Vliet. Ik geloof dat ik er eentje vergeten ben. Odalia, Peter Zinken uit Zaandam. En tot slot hoorde je Fast & Boobies uit Arnhem. Dat klopt zo, Frans? Of, Ja, Odal kwam voor Peter. Maar oh, dat kwam voor Peter. Tussen fabriek... Jacques en Peter kwam Oordal. Ja. Ja. En de fabriek uit Harderwijk. Wat hè? De fabriek uit Harderwijk. De fabriek uit Harderwijk? Ja. Daar zat ik dus helemaal naast. Ja. Ik zou zeggen, veel plezier vanavond. Ja, ja. Ik hoop dat ik nog een beetje heel huids terugkom. Ja, en, dus de groeting. Ja. Bij de 101ste uitzending ben ik weer live in de studio aanwezig. En ik ben er afwezig. Ja. Oké. Okay. Goed. Bye. Light on up there. No. Come on, there's no light on up there. Wait, Steve, you're imagining things. Oh boy, it's still creepy. Huh? I hope the front door is open. Good, it's not locked. I brought this flashlight. Hope it doesn't conk out on me. Oh, wow. What a beautiful place. It is kind of eerie, though. This must be the living room. Wait a minute. No. It's the front parlor. That's what they call it. Look at those drapes. Oh. Oh, great. All that dust. I'll never get it out of my nose. Wait a minute. Look at that marble fireplace. It must be worth a fortune. What's that? This seems to be a portrait over the fireplace. It's Elizabeth. It has to be Elizabeth, the girl who lost her lover in the Civil War. Oh, boy, is she beautiful. It's almost like going back in time. Wait a minute, there's a
a pipe organ over there. That's got to be worth a fortune. And look at that, another portrait. Let's see, it looks like a Confederate general. I wonder who he is. Oh, my. Holy cow. His eyes moved. No, they didn't move. They couldn't have moved. I've sworn his eyes moved. His eyes look real. All right, stop. Stephen, get a hold of yourself, boy. Now, come on. It's only a picture. The eyes didn't move. You don't know what looked like they did. All right, let's go in the hallway. Come on. Darn, there goes the flashlight. What a time to go out. What's that? Is that the wind? No, it's footsteps. Oh, no. Oh, no, don't let this be happening to me. It's just my imagination. Oh, no, they're coming nearer. They're coming nearer. Oh, my heart is pounding. Soorten schadeherstellingen.